In een van de zalen van het recreatiecentrum Tongerreep gebeuren magische dingen. Sinds 29 juli treedt hier avond aan avond de artiest Rasti Rostelli op voor een uitverkochte zaal. Het publiek is erg enthousiast en veel mensen bezoeken de show dan meerdere malen. Wij vroegen neer Rostelli wat de show inhoudt. Nou, mijn show is een samenstelling van hypnose, esoteriek, telepathie. Ik laat gewoon zien wat mogelijk is. Dat betekent, ik probeer een beetje verklaring te geven. Het blijft ook een show, maar ik wil toch misschien de mensen iets meegeven naar huis als ze erover gaan nadenken. En zeggen, als werkelijk zulke krachten bestaan, hoe kan ik het eigenlijk voor mijn leven inzetten? Wat is esoteriek? Esoteriek betekent geheimwetenschap. Sommige verenigingen wenden het aan als bijvoorbeeld de Rozenkruisers. In Duitsland zijn nog die Freimaurer. Die bevatten zich met telepathie, astraalwandering en recanatie en al zulke dingen die in het grensgebied van het wetenschap liggen. Maar denk je niet dat dingen zoals telepathie, hypnose, zaken zijn waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan en niet als een soort show gebracht moet worden? Je kan het zo of zo zien. Ik heb het eens een discussie gehad in de Duitse tv. Daar waren professoren en doktoren daarbij. En ze hebben dat helemaal kapot gemaakt. Ze zeiden, showhypnose is iets in hun ogen verwerfelijk. Als hypnose alleen voor de geneeskunde. Dan heb ik hem een andere antwoord erop gegeven. Ik heb gezegd, door mijn show worden veel mensen die niet aan hypnose geloven, op een gedachte gebracht. Bijvoorbeeld dat ze zeggen, als werkelijk zoiets bestaat als hypnose, kan ik dat misschien proberen voor mijn ziekte die ik heb. Zouden ze niet in de show gekomen zijn, zouden ze nooit op de idee gekomen zijn om iets met hypnose te beginnen. Maar ook nog iets anders. Als ik de keus heb om mijn geld te verdienen, daardoor dat ik uit lijden van iemand anders mijn geld trek, dat betekent daardoor dat hij ziek is en ik huur geld om hem te genezen, of ik moet mijn geld maken daardoor dat ik iemand vermaak, dan neem ik liever die weg om iemand te vermaken en dan nog geld te verdienen. Ja. U zegt dat u ook mensen kunt helpen met roken, overmatig eten, migraine en depressies. Is dat niet zo hoog gegrepen, want u heeft geen medische achtergrond? Voor hypnose hoef je ook geen medische achtergrond. Tot heden is er bijvoorbeeld in geen enkele universiteit een leerstoel waar je hypnose kan leren, op school voor moet gaan en hoe dan ook. Dezelfde vraag kan je stellen, hoe kan iemand beginnen van 1 tot 10 te tellen, als gewoon die geen professor is? Daarvoor hoef je geen professortitel te hebben. Alles wat over de hypnose staat, alle boeken waar geschreven worden zijn, zijn boeken die iedereen kan krijgen. En iedereen die kan lezen, weet wat het eigenlijk is. Daar hoef je geen professortitel voor hebben. En anders is het voor de geneeskunde. Je kan niet over een boek geneeskunde gaan leren. Dat is iets anders. Maar hypnose is iets heel anders. Dat kan eigenlijk iedereen die kan lezen, kan het aanwenden. Aan Harold van Bommel, psychotherapeut en docent bij de Nederlandse Vereniging van Toegepaste Hypnose, vroegen we hoe hij over de show dacht. Nou, ik ben naar de show geweest. Ik heb dat eens aangekeken van wat daar gebeurt in die show. Ik ben daar echt van geschrokken, van wat ik daar zag. Ene kant vond ik de show zelf, die was goed, maar dat was goochelen wat ik daar zag. En wat het hypnose gedeelte betreft, nou gebeurden daar dingen die niet door de beugel kunnen. Vandaar dat ook mensen, zoals deze meneer, Van den Berg heet hij, dat hij bij onze vereniging sowieso niet binnen zou kunnen komen. En dat geldt eigenlijk voor de meeste hypnoseverenigingen van waar dan ook ter wereld die hiermee bezig zijn. Omdat in die show dingen gebeuren, dingen worden gedaan met mensen die mensen grote geestelijke en ook fysieke schade kunnen berokkenen. Wat ik daar geconstateerd heb, is dat mensen in trance nog van het podium af gestuurd werden en heel ontdaan waren. Hypnose kan bij sommige mensen nogal wat gevoelens losmaken en dat heeft tot gevolg wanneer iemand zo de zaal instuurt, dat die persoon zich daar nog wat trilliger of wat naar zit te voelen. Dat kan gebeuren. Dat geldt niet alleen voor mensen die naar voren geroepen worden, maar dat geldt ook voor mensen die in de zaal zitten.
Vandaar dat het een iets is wat waar natuurlijk moeilijk maatregelen tegen te nemen zijn. Hè. En mensen die komen om vermaakt te worden en weten helaas niet met wat voor vuur daar gespeeld wordt. Naast het vuur lopen, wat ook een goocheltruc is en ook helemaal niets met hypnose uitstaande heeft. Zijn er op de lange termijn nog nadelen voor deze mensen te verwachten die meegedaan hebben met de show? Nou, afgezien van de fysieke nadelen die te verwachten zijn, zoals een grote overbelasting van het lichaam, glassplinters die in het lichaam kunnen dringen, want dat heeft ook helemaal niets met hypnose te maken. Dat is ook allemaal puur goochelerij. Maar er kunnen ongelukken bij gebeuren. Afgezien van die kant kan hypnose bij mensen in sommige gevallen zonder individuele begeleiding nogal wat losmaken. En het is daarom van groot belang dat dat ook gebeurt onder deskundige begeleiding. En dat je niet zomaar iemand daar naar voren zet en hem puur gebruiken. Puur gebruiken voor vermaak en amusement. Ja. Dat is iets wat de NVTH ook absoluut niet voorstaat. We zijn daar zeer fel tegen. Ja. Op het einde zegt de heer Rostelli dat hij mensen kan helpen met roken, overmatig eten, migraine en depressies. Denk je dat dat mogelijk is? Of zie je er gevaren in op de manier waarop hij het doet? Hypnose is een heel fijn middel, een fijn medium om veranderingen te kunnen bewerkstelligen. Veranderingen van je eigen wil, hè, van je zegt nou van ik wil stoppen met roken en wat constateer je? Nou, helemaal geen resultaat in het kunnen stoppen met roken. En integendeel, van mensen worden er weer gespannen van, ik moet er van die sigaretten afblijven en zou het al veel zwakheid zijn en dat lukt me maar niet. Nou, hypnose is een hele fijne manier om daar vanaf te komen. Maar als dat in combinatie gaat, in combinatie met het show-element en deze manier van den Berg die gebruikt het in combinatie, dan zet ik er vraagtekens bij. Ik hoorde op die avond zelf dat hij zelf ook behandelingen geeft. Nou, hij noemt zelfs depressies. Nou, depressies, om daar met hypnose vanaf te komen, dat is een zeer intensieve behandeling. Dat is niet even van, dat doen we even in een uurtje. Dat zal ieder zinnig mens begrijpen. Daar is meer aan de hand. Want simpele gedragsmatige dingen, dat zijn dingen die je vrij snel kunt doen, maar waar je absoluut niet alleen voor naar meneer Van den Berg kunt. Er zijn meerdere goede, vakbekwame hypnotiseurs. En de meeste mensen die hebben wel een huisarts die in contact staat of wel met een hypnotiseur die bekend is en waar een vertrouwensrelatie bestaat. Dat geeft dan de mogelijkheid om ook een hypnotherapie te krijgen zonder dat je zeer hoge bedragen moet betalen. En zonder dat er ook een verder contact is met de huisarts. Ja. Kortom, wat is uw advies aan de mensen? Ga er niet op in. Ja, want kom je voor een vogelshow. Nou, wat zijn trucendoos betreft, dat doet hij leuk. Dat doet hij uitstekend. Hij weet het leuk te brengen. Maar bepaalde experimenten waar hij mensen voor vraagt, waar mensen ook niet van tevoren van op de hoogte worden gesteld, want dat die experimenten met hun gaan gebeuren, nou, dat is ontoelaatbaar. Rostelli, we hebben net een kort interview met hem gezien. U bent Heinz Minten, u bent Paul Thijs uit België, Turnhout. Kunt u een korte indruk geven van hoe hij te werk gaat? Nou, hoe hij te werk gaat, ik kan natuurlijk niet precies zeggen hoe hij het gaat, want je verklaart natuurlijk geen trucs van andere mensen. Hij doet net alsof hij dus magische krachten heeft. Die heeft hij misschien wel, maar die heb je niet nodig om deze trucs te doen die hij doet. Van hypnose, daar weet ik niet zoveel van, maar wij kunnen dus hetzelfde laten zien hier, wat hij op de bühne doet in de tongreep. Ik ben heel benieuwd. De heer Paul Thijs, u gaat het uitvoeren. Ik wens u veel succes. Goedemiddag, dames en heren. En had ik graag een dame hier uit het publiek, die even naar voren wil komen, om mij te assisteren. Ja, goedemiddag. Wat is de naam? Irene. Je kunt daar plaatsnemen. En dan heb ik hier twee appels voor u. Als u die even wilt vasthouden. En het is de bedoeling dat u de appels op uw ogen legt. Ja, als u dat even wilt doen. En dan achterover helemaal gaan liggen. Ja, zo, dat is goed. Ja, komt u maar terug. Dat doet u dan straks zo. Ja.
blijft hij voorlopig zomaar zitten. Dan heb ik nog twee toeschouwers nodig, twee heren alstublieft. Hier. Ja. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Ik heb hier voor jullie een komkommer meegebracht. Als je die misschien zo wilt vasthouden. Ja. En dan u ook, de andere kant. Ja, dat is alles wat u moet doen. Zo. En had ik nog graag iemand uit de zaal die misschien twee knaken heeft. Of twee rijksdaalders, hoe noemen ze dat hier? Ah, meneer daar. Goedemiddag, meneer. Hallo. Zo, het is de bedoeling, meneer, dat u mij gaat blinddoeken. Dat u die knaken op mijn ogen legt en dan gaat afplakken. Nog eens maar afplakken en blinddoeken, zodanig dat ik helemaal niets kan zien. En, ja. En als ik nu straks geblinddoekt zijn, dan mogen jullie ergens hier op het podium een plaats innemen. En daar blijven we dus gewoon staan. En dan zult u verder wel zien wat er gebeurt. Ja, komt u maar. Leg die maar op mijn ogen. A2, die manier zal nog in beeld blijven houden. En is nu actueel. Wilco, kun je die twee jongens met de komkommer achter dat meisje zetten dat daar die dingen krijgt? Ik plak die maar goed dicht, hè? Ja. Helemaal niets kan zien. Oké, laat me zitten dan. Nee, laat maar zitten. Ben je vast zo? En dan doen we nog die grote plakker erop. A2 actueel. Dankjewel. Goed aandruk. Ik heb geen idee wie nou wel goed gaat doen. Nou, die meneer. Nee, ja. En dan nog een blinddoek. En hij moest muziek hebben, ik weet het absoluut niet meer. Ik kan hier al bij. Ja, zet ik hier nog bij. Heel zachtjes op de achtergrond. Zo meteen hebben wij de foto van die is voor. Ja. En die mogen de dames zich van plaats veranderen en de heren dus ook mogen zich ergens hier van plaats veranderen zodat ik. Blijf je op de plaats staan waar je nu staat. Wat gaat hij nou hier doen? Hij gaat die messen, gaat hij op de meisje worden. Thank you.
voor deze demonstratie. Dan hebben we nu nog twee onderwerpen over het nieuwe aanbod van de Stichting Kunstzinnige Vorming. Namelijk de... Dit gaat even fout. De computergrafiekcursus en het videoaanbod in zijn totaal.